Auto's, auto's, auto's. Heel Utrecht staat er vol mee. Best lastig dus als je die van jou kwijt bent en niet meer weet waar die staat geparkeerd. Waar begin je dan? Het overkwam Rien Mertens. Hij reed vanuit Rosmalen naar Utrecht en parkeerde zijn auto buiten het centrum en fietste vervolgens naar zijn afspraak. Maar op de terugweg naar de auto liet zijn korte termijn geheugen hem in de steek en wist hij niet meer waar de auto stond. Dat is ondertussen 11 dagen geleden. Zoon Evan plaatste op Facebook een oproep. Wie heeft deze witte bus gezien? En dat bericht ging viral. Veel mensen zoeken mee. Utrecht-Oost, Sterrenwijk, daar staat hij ook niet. Omgeving de Meern al geprobeerd? Langzaam werden steeds meer gebieden uitgesloten. Maar op deze plek was nog niet gezocht. En zo komt het dat wij bij het maken van deze reportage een bus zien die wel heel veel op die van Rien lijkt. Dag Evan, goedemiddag. Je spreekt met Carmen Nelissen van RTV Utrecht. Hey, goedemiddag. Hey, ik denk dat ik hartstikke goed nieuws heb, want we hebben hem gevonden. Nou, super. Ja. Ja. Ik kan het bijna niet meer geloven dat hij überhaupt nog ergens staat. Ja, hij gaat overal delen dat het de zoektocht voorbij is. Dat iedereen die nog aan het zoeken is, ook weer lekker naar huis gaan. Hey, doei. Dag hè. Evan heeft het meteen aan zijn vader verteld en ze gaan de bus zo snel mogelijk ophalen.